Ja, wat is soort boek? Het is weer een heel ander boek dan de voorgaande boeken. Ik zoek altijd per boek naar een nieuw genre, zodat je ook de verrassing daarbij een beetje groter is. Want anders denk je van, nou, het wordt weer hetzelfde als de vorige keer. Het is een hele energie. Het is een roman, hè? Met een roman. En ik dacht, dat is de 21ste eeuw, dus laten we maar eens even wat harder gaan lopen dan in de 20ste eeuw. Dus het tempo is hoger, er zit veel vitaliteit in, veel jeugdige energie. En ook om te laten zien wat het belang is van de roman in de 21ste eeuw. We kunnen wel voortdurend in de 20ste eeuw hebben geroepen dat hij dood was. Maar ja, en ik moet zeggen, zelf heb ik ook in tijden geleefd waar voortdurend wordt gezegd dat de roman dood is. Ik denk, laten we eens laten zien dat hij nog springlevend is en dat hij nodiger is dan ooit geweest. En dat doe je doordat je een onderwerp van deze tijd bij de kop pakt, toch? Ja, door een onderwerp van deze tijd te pakken en door tegelijkertijd het roman ook als onderwerp te nemen. Van wat is nou het verschil tussen wat we aan het doen zijn in deze tijd, met digitalisering, met nieuwe technologie, en de manier waarop we daar naar de mensen kijken, toch als een soort in veel abstracties en veel algemene termen. En de roman staat er tegenover en het is natuurlijk een heel levendig, midden in het leven staande, individueel gerichte kunstvorm. Dus die twee tegen elkaar afwegen. Schieten we nou die kant op van de technologie en geven we onszelf op als levend wezen? Of houden we niet nog iets over van plezier en lol in het leven, zoals we die in de kunst altijd hebben weten vorm te geven? Nou ja, dan moet je er wel iets aan doen. Dat is eigenlijk de boodschap. Dan moet je je niet laten abstraheren en laten terugbrengen en reduceren door technologie, maar dan moet je zelf bezig blijven.